Je wordt elke werkdag weer welkom thuis geheten met het programma Avondritme. Snel op de hoogte wat er speelt in je buurt. En natuurlijk de fijnste muziek voor in de auto of thuis. Avondritme. Interview. Aan de tafel heb ik vier dames van de zes dames van de Anna van Rijn College in Nieuwegein zitten. De dames hebben meegedaan aan een scriptwedstrijd die verfilmd gaat worden. Goedenavond, dames. Goedenavond. Hallo. Mag ik even de namen? We beginnen aan de linkerkant. Ik ben Lisanne Pelikaan. Ik ben Roosmarijn Bolven. Ik ben Veerle Klein. En ik ben Sophie van Schelt. We mogen de eerste drie wat dichter bij de microfoon gaan zitten. De dames hebben een script geschreven. Waarover gaat de script? Over homoseksualiteit. En waarom hebben jullie dit onderwerp gekozen? Omdat wij vinden dat het in de maatschappij is het een taboe. Mensen praten er niet over. En we vinden dat dat eigenlijk onzin is. Dat je iemand beoordeelt over hun seksuele voorkeur. Je moet iemand gewoon beoordelen op of je aardig bent of niet. En jullie hebben dit onderwerp gekozen omdat het ook van dichtbij is meegemaakt? Of omdat er te veel of te weinig over gesproken is? Omdat er te weinig over gesproken wordt. En de script gaat over de homoseksualiteit. Wat wordt er precies uitgelicht? Nou, een jongen die is heel populair in zijn klas. En zijn hele klas die haat homo's. En dan ontdekt hij dat hij homo wordt. En dus, dan zit hij er heel erg mee. En op het einde dan zegt hij gewoon van waarom is homo eigenlijk stom? En dan denkt iedereen van waarom eigenlijk... Ze gaan met de klas op schoolkamp. En dan ontdekt hij dat in de loop van het... Van het kamp. En dan krijgt hij op een gegeven moment een stijf in de douches. En van een andere jongen krijgt hij. En dan is het zo van... god, wat gebeurt er met mij? En dan zijn vriendinnetje die komt daar dan achter. En dan gaat hij een keer een homoblaadje lezen. En dat zien zijn vrienden dan. En zo komen ze er vanzelf achter. Hebben jullie het script helemaal zelf geschreven? Ik. Sophie die heeft op een avondje snel dat script even zitten schrijven. eventjes snel hoor ik al. Maar ik neem aan dat je erover nagedacht hebt. We hadden het idee al, het verhaal, verloop van het verhaal. En dat heb ik dus even snel getypt. Ja, de woorden. Maar het idee is vanuit school bestaan dat jullie een script mochten schrijven. Is dat een landelijk iets geweest of van de school zelf? Nee, landelijk. We moesten, die leraar van ons die had een gezien op internet, zo'n filmscriptwedstrijd. En dan ging onze hele klas aan meedoen. En de leerkracht is jullie mentor of van een speciaal vak? Van drama. Dus van toneel. Toneel. Dus jullie krijgen drama en toneel op school? Ja. En leren jullie daar ook wat bij drama en toneel? Ja, veel. Dus dit bijvoorbeeld. Weten we hoe we een script moeten schrijven. Nou, en de leerkracht heeft jullie script ook beoordeeld en nagekeken of het wel goed was? Ja, eigenlijk wel. Maar toen was het al ingestuurd. Ingestuurd. Jullie hebben eerst een script ingestuurd en toen laten lezen. Ja. We dachten voordat de commentaar levert. Het gaat toevallig niet over de leerkracht zelf? Nee. Het kon zomaar dat het over de leerkracht ging. Of de leerkracht kan wel eventueel homo zijn. Oei. Hij zit nou te luisteren. Sorry. Ja. Moeten we nog even telefoonnummer dat hij live kan meepraten? Of willen jullie dat liever? Oh, zullen we dat doen? Oké. Dat doen we straks misschien nog even. Ja. Maar jullie hebben de script ingestuurd. En wat gaat er nu met het script gebeuren? Ja, die gaan we dus verfilmen. Ja, we hebben een script ingestuurd naar dus High School Movie Award. Dat is een groot event. En toen zijn we dus verkozen tot een van de beste vijf. In de jury zaten Willeke van Amarooijen en... Sebastiaan Labrie. Ja, en die hebben onze script verkozen. En nou gaan we met een professionele filmcrew gaan we hem opnemen. Daar gaan we morgen mee beginnen. Morgen. En waar gaan jullie hem opnemen? Morgen beginnen we in Vinkeveen. Hebben jullie zelf allemaal de locaties uitgekozen? Of is dat weer door de productiebedrijf? Nee, dat moesten we allemaal zelf doen. Ja, dat is het leuke hiervan. Dus we hebben wel een professionele... technische crew, maar het is het idee dat wij er dus veel van leren. Dus de regie en de productie, dat moeten wij allemaal zelf doen. Dus jullie maken veel call sheets. Ja, precies. Ja. We praten zo nog even verder met de dames. Alles wat je weten wilt, hoor je hier. Dit is Radio 9. Avondritme. Interview. We praten nog heel even verder over het onderwerp wat net besproken is van de dames. We hebben ondertussen ook de leerkracht drama aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. U bent de leerkracht van de vier dames die hier vol trots zitten te glunderen dat u hun leerkracht bent. Ja, dat is prachtig. Hoe doen de dames het?
Nou, ik vind dat de dames het heel goed gedaan hebben. Af en toe komt er wel een beetje stress kijken, want er is heel veel werk te verzetten voor die film. Maar ik vind het petje af. Ik vind het heel knap hoe ze het allemaal voor elkaar bakken. Want ze doen het vooral helemaal zelf. En wist je ook dat het script al eerder weg was gestuurd voordat u het te lezen kreeg? Eerder weg was gestuurd naar de organisatie, bedoel ik? Dat klopt. Nee, dat is ik natuurlijk niet. Wat een geniepige streek van me. het staat zwart op wit, of het staat op band, dus je mag nog naluisteren wat ze net allemaal over u gezegd hebben. Oh, dat ben ik heel benieuwd inderdaad. Dat verandert de zaak wel een beetje. Heel goed, dames. Ja. Wat hebben jullie echt te danken aan, jullie leerkrachts naam kwijt? Nou, ik denk dat hij ons echt heeft geholpen met te begeleiden hierin. En hij heeft ons echt gezorgd dat we het gestimuleerd en de praktische dingen, die we wisten niet wat er allemaal bij moest komen kijken. En dat heeft hij ons echt uitgelegd. Ja, en ook dat we ook gewoon hebben meegedaan, want via hem hebben we meegedaan. En wat vindt u zelf van het verhaallijn wat ze gekozen hebben? Ik vind het heel gewaagd. Toen ik het las en ze hebben ook voor die film kleine trailertjes opgenomen. Toen moest ik soms wel eventjes slikken, ja. Ik vond het wel erg gaaf wat ze hebben gedaan. Gewaagd, heftig, ja. En zou u dat zelf ook voor dat onderwerp gekozen hebben om dat voor te leggen aan de dames? Of had u een heel ander onderwerp dan gekozen? Nou, ik had hier niet 1, 2, 3, ik was hier niet 1, 2, 3 opgekomen inderdaad. Er zijn dus meerdere groepjes geweest die ik heb begeleid op school. En zij zijn dus degene die zijn uitgekozen. En zij waren toch wel het meest controversiële onderwerp. Dus dat was wel erg leuk. Het verbaasde me ook dat ze met zoiets zouden komen. Ik heb helemaal niet gedacht. Wat doet de school nog meer aan dit project? Jullie gaan ze ook begeleiden, ondersteunen? Ja, we begeleiden ze. Ik samen met mijn collega Ingrid Wijsgerber. Wij ondersteunen ze ook tijdens de draaidagen. Dus we zijn aanwezig en ik heb net een busje opgehaald voor ze, dus zulke soort dingen. Ja, we zijn er heel druk mee bezig. De dames beginnen hier gelijk te glunderen met elke mondhoek naar een oor toe. Dames, willen jullie nog wat tegen de leerkracht zeggen? Nou ja, heel erg bedankt dat je ons hebt geholpen en zo, ook met alle dingen, nou, advies en zo. Nou dames, heel graag gedaan. Ik vind het gewoon heel gaaf voor jullie. En zelf, ik ben ook gewoon best wel een beetje trots eigenlijk. Ah, echt super. Ja. Nou, cool. Ik wil jullie bedanken voor het interview. Blijf nog even hangen. En we gaan even verder luisteren naar Wet. Prima. Doei. Je wordt elke werkdag weer welkom thuis geheten met het programma Avondritme. Snel op de hoogte wat er speelt in je buurt. En natuurlijk de fijnste muziek voor in de auto of thuis.